Goedemorgen, van harte welkom. Ik ben benieuwd of ik goed te verstaan ben. Misschien kan je het even laten weten of je mij kan horen. Dan weet ik wel als het doet. Kijk, dan Robert Crypto Koning is er in ieder geval al. Dus dat is mooi. Dat ik eventjes promoten tot panelist. Bob is erbij. Gustav is erbij. Marja is erbij. Stefan is er ook bij. Hartstikke goed. En Jan-Robert zegt ja, zeker. Mooi, hartstikke goed. En Stefan zegt. Loud and clear. Mooi, hartstikke goed. Volgens mij gaat jouw Robert hier ook inloggen. Dus dat is in ieder geval mooi. Don Roberto, ¿qué pasa? Hey, top Mario. Even kijken, ben ik goed verstaanbaar? Goedemorgen iedereen. Ja, luid en duidelijk, nog niet te zien. Luid en duidelijk. Fantastisch, niet te zien. Ik ben natuurlijk weer geblokt. Oh ja, dan moet ik je eventjes nog even upgraden naar co-host. Ja, precies. Even kijken. Ik maak je anders wel even host. Dat is nog makkelijker, denk ik. Zo, dan ben je niet. Ja, maar jij haakt straks af, Topbar. Ik ben blij dat je mij in ieder geval aanzwingelt. Ja, ik heb om 12 uur een andere meeting. Dus mooi. Dan heb jij het stuur in handen. Ja, kijk, de scepter mag ik. Mag je zwaaien. Dus, mag ik zwaaien, precies. Ja, waar gaan we het over hebben, Rob, vandaag? Ja, we gaan het hebben over het daytraden met het MTW-systeem. En dan wil ik iets hebben over, specifiek hebben over Bitcoin ja. En andere crypto's. Dus laat ik even de mogelijkheden zien. Interessante bewegingen volgens mij, hè? Ja, kijk, als je iets wilt hebben wat aardig beweegt, ja, dan is dat natuurlijk wel Bitcoin. Dus, ja. Je zit nog. Wat, hoe laat is het bij jou? 5 uur 's ochtends? Sorry? Hoe laat is het nu bij jou? Ja, bijna 5 uur in de ochtend. 5 uur in de ochtend, ja, precies. 7 uur verschil, hè? 7 uur, ja, klopt. Ja, Los Angeles was nog erger. Dat was 9 uur. Oké. Okay. Ja, the early dus, bird catches the worm, zeggen ze. Dat is waar. Nou, hoop dat we ook wat kunnen catchen natuurlijk vandaag. Dus, ja, nou, volgens mij wel met Bitcoin bewegingen zijn in ieder geval fors. Ja, dus, absoluut. Ja, ik ben in ieder geval heel, heel benieuwd. Dus ik ga sowieso in ieder geval de opname even kijken. Ja, mooi. Dat zou ik zeggen, want in principe, jij bent nu host. Dus jij kan nu je scherm delen. Je kan nu alles doen en laten wat je maar wil, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Dus ik kan alles doen. Even kijken of ik het scherm kan doen. Ik wil even in ieder geval starten met een paar PowerPoint slides. En dan gaan we gelijk door naar de praktijk. En even kijken. Ja, deze even aanzetten. Is goed. Want hoe voelt het weer de opdracht te zijn in Mexico? Ja, ik moet zeggen dat Puerto Vallarta is wel fantastisch, Armo. Ik denk dat dat mooi, mooier is dan Cancún. Ben je wel eens geweest? Ja, ik ben er volgens mij iets van 25 jaar geleden geweest. En vorig jaar maar heel kort eventjes en daarna eigenlijk gelijk doorgaan naar Sayulita, wat er in de buurt ligt. Maar daar ga je ook naartoe, geloof ik. Ja, er zit ook een goede vriend van ons, hè? Ja. Dus, of meer jouw vriend dan mijn kennis. Dus, mijn voormalig buurman. Dus, en die wil heel graag weer buurman worden, dus ik ga ook zeker weer de kant op. Dat zou ik zeker doen. En ik zit in een hotel en je weet dat ik heel gevoelig ben voor zon, zee en strand. 205 meter van het strand, een dakterras, zwembadje erbij en een bar. Waar je ook gewoon iced tea kunt nemen trouwens, daar niet van. Maar dat is wel heel cool. Ja. Dus, en moet ik wel zeggen, als je het bekijkt door middel van de service, staat een schril contrast met United States of A, moet ik zeggen. Een behoorlijke afknapper geweest. Ja. Ja, hey, ik zeg heel veel succes. Het is dankjewel, man. Bijna 12 uur. Ja, ik zie het. Dankjewel voor het co-hosten. En we gaan zo van start. Gaan we doen. Dus mag ik in ieder geval jou bedanken. En tot straks. Tot later. Tot later. Succes. Bye. Dag. Even kijken, ja. First current slide. Ik zal even kijken of ik het kan delen nu alvast. Nou, in ieder geval goedemorgen iedereen. Hartelijk dank voor je deelname alvast. En ik zie dat er dan mensen blijven binnenkomen. Dus dat is een heel goed teken. En
Ik ben niet helemaal wakker. Even kijken, PowerPoint. Ik moet even scherm 2 pakken. Dan kan ik voor mij makkelijker switchen. Dit is mijn... Even kijken of ik het scherm kan overnemen. Ja. Ik split. Kijk, zie je ook de PowerPoint volgens mij? Ja, ik denk het wel, hè? Mooi. Ja, ik zie dat iets verschoven is. Ik heb PowerPoint, maar dat geeft niet. Dat gaan we gewoon fixen. En deze gaan we. Ja, nee, alleen wij. Oké, precies. Dat geeft. Ik ga zo even het scherm delen met jullie. En in ieder geval, Alois of Harmde heeft net een hele goede introductie gedaan voor mij. En hartstikke mooi. Zo, network. Ja, voor mij moet het nu goed komen. Dan moet ik ook even het scherm delen. Ik nodig ook iedereen van harte uit om interactief mee te doen. Dus ook met het aandragen van topics van markten. En wie van jullie is over helemaal nieuw in daytrading? Wie heeft nog nooit echt gedaytraded? Mag ik die handjes de lucht in steken? En, dus ja, en sommigen die zeggen van, ja, ik ben al bezig. Die mag ik zeggen, bezig of zo, ik ben al bezig. Even kijken of ik het nu wel kan delen. Dan is het deze. Ja. Lukt het erop? Nou, ik zit het scherm. Deel om het scherm te delen ben ik kwijt. Oh, ja. Hier. Verstekt. Verstekt. Oké. Ja, want ik moet een aantal dingen van links naar rechts schrijven. Ja. En of iets kan, dat is met deze. Nee. Oh, nu wel. Ja, ja. Scherm 2. Ja, ja nu als het goed is. Ja, nu zie je grafiek als het goed is. Nu gebeurt er wat. Succes, en fase 2 is namelijk het volgende. Dat is... PowerPoint van het beginning. En die moet dan hier... Komt er ook een PowerPoint in beeld of niet? Ja. Oké, kijk, dan hoef ik niet steeds heen en weer te switchen. Dat scheelt weer. Nou, in ieder geval, hartelijk dank voor jullie geduld. Nou, dit is een korte presentatie in PowerPoint over hoe je schuld treedt in Bitcoin. En ook andere producten natuurlijk. En op basis van Monitor Trading Support System. En afgekort MTW TSS System. En... doen we ook samen met FX Flat. Dat is een Duitse broker. En ja, het eerste stap naar de big bucks of eigenlijk je resultaat. Dat begint toch met de eerste stap. En dat is bijvoorbeeld dit webinar te volgen. Dus hartelijk welkom. Natuurlijk bedankt voor het kijken vast. En ik moet even wat aankondigen voorheen. Deden natuurlijk ook de presentaties met Alois. En Matthijs, hij is ook een soort godfather van het MTW TSS System van Money to Work. En ik ben blij te vermelden dat Harm, Moos en ik hebben de handen ineen geslagen. Via Training for Money BV hebben wij de activiteiten van Alois overgenomen. In andere woorden, hebben we de krachten gebundeld voor het geval dat het nog niet weet. En we hebben ook natuurlijk... Alois, die blijft al aan als advisor. Dus die zal ook, als hij tijd heeft om ons te assisteren en raad te geven, zal het zeker doen. En hij vindt het ook leuk om webinars te geven, seminars. Dus hij is zeker niet uit beeld. En Alois wil toch wat van zijn vrije tijd genieten. Dus ik geef hem groot gelijk. Want het leven is kort natuurlijk. En genieten moet je zeker. En we hebben ook natuurlijk erbij Leonard Piels, die ken je misschien ook wel. En die assisteert ook bij mijn Crypto Academy, maar ook Arm van Wijk met Blech.com.
En de regie kunnen we ook altijd inschakelen, mocht het nodig zijn. En we hebben ook andere experts die ons kunnen helpen. En op deze wijze brengen we ook het gedachtegoed verder voort van Alois Matthijssen. En hebben we ook de daytrade service uitgebreid. Dat doen we dus aan de hand van het systeem zelf. Maar met alleen het systeem kom je niet. Er zit ook een stukje educatie bij. Coachingstraject zit erbij. En daytrade mastermind voor de elite, top elite traders. En alles om jullie ook succesvol te maken. Maar goed, heel kort introductie van mezelf. Voor het geval je me niet kent nog. Ik heb voetstappen gezet op de optiebeurs. Daar heb ik ook leren handelen. En daar hebben we ook geleerd om goed management van money toe te passen. En dat was met name opties. En later ook met aandelen en futures. Maar moet ik zeggen dat het maakt eigenlijk niet uit wat voor markt je handelt. Wat voor product je handelt. Of je nou aandelen doet voor lange termijn. Of aandelen korte termijn. Of je futures of opties handelt. Je moet zorgen dat je een aantal elementen. Nou, dat basiselementen gewoon goed hebt. Dus onder meer bijvoorbeeld money management, ook dat je een systeem hebt. Ik heb ook jarenlang met Harm ook gewerkt, natuurlijk nog steeds. En ik weet dat Harm ook altijd gegaan heeft over het systeem. En dat ze aandelen ook jarenlang heeft daar de training navigator voor ontwikkeld. Het vallen opstaan heeft hij daarmee ontwikkeld. En dat heb ik later ook gezien bij Alois Matthijssen met een M2-systeem. En dat is heel belangrijk om dat ook te hebben, een systeem. Maar goed, met alleen het systeem en money management heb je maar twee poten van een tafel. Nou, een derde poot, dat is bijvoorbeeld een psychologie, wat heel belangrijk is. Maar als je zelf niet heel goed in je veld zit, en ja, dan heb je namelijk ook, ook een ontbrekende schakel. Nou, een vierde poot, naar mijn mening, is ook dat je een soort intuïtie, skills, vaardigheden, die kun je alleen maar krijgen als je het doet. En ik weet wel, er zijn ook heel veel mogelijkheden om demo-accounts te openen, maar je kunt bij FC bijvoorbeeld met €200 al van start, €250 van start. En heel laagdrempelig is dat. Dan kun je ook een demo-account openen, maar ook €250 live storten. En dan doe je echt met kleine contracten live. Dus dat zou ik zeker aanraden. Als jij gaat handelen, probeer wel in de demo-versie wat uit, maar ga zo snel mogelijk in de live-account. En dan met die vier elementen, dan heb je dus beter kans van slagen. Nou, Alois Matthijssen, die staat aan de voorfase van M2W-systeem, wat ik straks laat zien. Ik heb zelf ook voetsporen verdiend op de Office Beurs natuurlijk, maar ook met Office Academie en later Crypto Academy. En sinds kort ben ik dus ook, sinds 2017 ben ik met de crypto bezig. En ben ik ook uitgenodigd overal veel te gaan spreken in bijvoorbeeld Dubai vorig jaar. Ook onlangs nog in Manila, in Hanoi en ook op Cyprus en begin dit jaar ben ik nog in Dubai geweest. Nou, onlangs nog geweest bij het NFT Expo Versus, die dit July 29 nou, tot 31 juli. En heb ik een aantal grootheden ook ontdekt, heb ik ontmoet. En onderin zie je Michael Turpin, dat is echt een hele grote bekende in cryptoland, heel belangrijk. En ik weet ook dat educatie is ook een key. Ik heb ook een boek geschreven, zoals je misschien weet. Crypto Trading for Ambitious Beginners. In het Nederlands ook 6.300 boeken verkocht in 8 maanden tijd. En ik heb in maart heb ik 2000 USDT gedoneerd aan de Oekraïne. En dat komt omdat ik in november daar ook gesproken heb. En toen had ik ook mijn eerste exemplaar bij me. Dus dat is een beetje een emotionele binding. Maar goed, sinds mei heb ik Engelstalige e-book en paperback ook uitgebracht samen met Jelle Peters. Daar ben ik super trots op. Even kijken of er nog wat vragen zijn gerezen. Ik zie dat de slides zichtbaar zijn. Dat is hartstikke mooi. Nou, samen met
Aloïs heb ik natuurlijk ook jaren geleden MTW naar voren gebracht. En ook ondersteund onze traders heb ik ondersteund onze klanten. En vandaag wil ik jullie ook expertise met me delen. En ik heb jarenlange praktijkervaring, handel zelf ook met het systeem. En weet ook waar de valkuil ligt bij het traden. Niet dat ik weet waar de Holy Grail ligt en is. Nee. Hoewel ik wel veel over de wereld reis. Ik heb nog steeds geen glazen bol gezien. Ik weet niet of Harm die heeft, maar ik heb het in ieder geval niet. En we weten dus ook hoe je succesvol handelt en hoe je de massastap of één stap voor moet zijn. En misschien herken je dat ook wel, dat je dan als je in de markt wilt, of het nou met aandelen is of opties of wat dan ook, dat je dan denkt, hey, de markt gaat omhoog, gaat erin. En dat je dan ziet, hey, ik heb net op de top gekocht. Of als jij eruit gaat, je gaat verkopen of je gaat short, dat je dan net op de bodem verkoopt en dan gaat keihard omhoog. Belangrijkste ook om te beseffen is dat je gebruik moet maken van momentum. En ik zou zeker aanraden, degene die Harm zijn Trade Navigator heeft, die heeft dan ook toegang tot de training en er staat ook het momentum effect in. Newton, die zet momentum effect in zijn hand of zo. Dat was een heel mooie titel, ik weet niet hoe dat precies zit, maar een heel mooie bijdrage heeft hij geleverd. En wij maken met het systeem gebruik van het vroegtijdig gebruik van momentum op korte termijn. En het is heel mooi dat we ook andere traders helpen om succesvol te worden en te blijven. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik ook met het team, deels van Brecht.com, dus ook met Harm en met Motion. En ook waar nodig natuurlijk Leone en Aloïs zal ook ons altijd ondersteunen. Even kijken hoor, even kijken of er ook daytraders in de house zijn. Patrick zegt, ja, ik ben bezig met daytrading en met papertrading, heel mooi. En AJ Raamaker zegt, probeer mijn geld te vermeerderen met traden. Oké, heel mooi. Geen ervaring met het systeem, zegt iemand. Nou, heel mooi. Nee, nog niet bezig. Jos, zeker, ik ben bezig. Nog geen ervaring. En nou, hartstikke mooi. Dus mooi dat jullie in ieder geval interesse hebben getoond. En nou, Johannes, oh, je lijkt dat JW ook aanwezig is. JR, wat gebeurt er precies als een koers op minuutniveau abrupt omhoog of omlaag schiet? Is het groot geld aan het kopen of verkopen? Nou, ik wil niet zeggen dat het gelijk groot geld is, maar er zijn gewoon partijen actief ja, die dan de markt een bepaalde kant willen duwen. Ik denk dat er bijvoorbeeld meerdere partijen bezig zijn. Ik wil niet zeggen dat het een grote partij is. Het heeft meer te maken met wat speelt in de markt. Ik heb ook een tijd geleden voor MTW of voor Brecht.com lunchwebinar ook een MTW-demonstratie gegeven. Zat ik short in de markt en toen ging de markt naar beneden, had ik een winst, heb ik gelijk die stop los, heb ik toen naar beneden getrokken. En toen had ik dus ook een winst volgens mij en toen schoot de markt keihard omhoog. Dat was in de coronatijdperk en dat kwam toen de Moderna vaccin uit werd gebracht. En toen met de Moderna vaccin toen uit werd gebracht, schoot de markt omhoog. Dus ook nieuws, dat domineert de markt. Maar mooi is dat met ons systeem zet je ook gelijk een take profit, een winstnemingsniveau in. Een stop los, het verliesnemingsniveau en de lot size, dus de grootte van je van de account, van de contract wat je wilt handelen. Op basis van de account kun je dat erin stellen. En het mooie is dat je dus gelijk een bracket order inlegt met take profit, stop loss en lot size. Jelle zegt, ik heb slecht ervaring met de aandelen Trade Navigator via Menko opties een paar keer meegedaan. Daytrading, ik heb er geen ervaring. Ik denk dat je ook juist met beleggingen moet kijken, niet op ultra-korte termijn. En met aandelen, met lange termijn, long only is dat. Dat is namelijk de Trade Navigator en aandelen het geval. Als je dan op een bepaald moment meedoet, ja, en je hebt aandelen die dan naar beneden gaan, ja, dan moet je op een gegeven moment eruit. Maar de mooiste is wel met die aandelen van lange termijn. Er zijn altijd wel sectoren of aandelen te vinden die het wel goed doen. Dus het heeft niet zo te maken met het systeem. Het heeft meer te maken met de tegenwind
in het betreffende aandeel. Maar goed, daarom moet je ook zorgen dat je systeem hebt dat je de krent uit de pap haalt. Dat je dus ook de diamonds in the rough gaat bekijken. Nou, de expertise van mijzelf en ook het team, dat is namelijk, we hebben een jarenlange ervaring. En moet ik... ik zie dat mijn stekker erin moet. Ik heb namelijk een ander systeem in Mexico. En dat is natuurlijk wel belangrijk om even die dingen aan te zetten. Excuses. Volgens mij heb ik weer batterij. Of geen batterij nodig, maar bij deze. Ik heb jarenlang zelfervaring en ik handel zelf met het systeem. Ik weet dus ook waar de valkuilen liggen bij treden. En hoe je succesvol handelt, hoe je stap 1 voor moet zijn. Nou, heb ik net al verteld natuurlijk, en dat houdt dus ook scherp. Het belangrijkste is dat bij de volgende slide dat we dan kijken naar de cryptomarkt. En bij FXFlat kun je goed crypto's handelen met een hele nette spread. De Bitcoin is bijvoorbeeld voor mij 50 punten. En dat is heel weinig. Dat is op basis van 20.000 natuurlijk, 20.000 heel weinig. En wat voor crypto's kun je handelen? Je kunt van maandag tot en vrijdag crypto's handelen bij FXFlat. We hebben ook een ander bureau waarbij je in het weekend kunnen handelen. Maar dat is een beetje een offshore broker. Het is een IC Markets in het buitenland. Een Australische broker volgens mij. En die hebben ook een offshore tak waarbij je dus wel kunt handelen in het weekend. Ik zie heel veel goede vragen trouwens. Als die specifiek zijn, zal ik ze opnemen. En doe gerust mee. Dankjewel JW voor het meedoen. Nou, je hebt een aantal coins. Nou, mijn idee zijn Bitcoin en Ethereum de meest belangrijke. Maar er zijn inmiddels meer dan 20.000 coins verhandelbaar. Maar de meest volatiele zijn toch en de meest grote zijn Bitcoin en Ethereum. Bitcoin heeft een marktdominantie van ongeveer 40%. Ethereum bijna 20%. Dus samen hebben ze 60% in handen. Nou, en dat hebben we dus ook. Dat kunt u ook doen op andere coins, zoals Cardano, Polkadot. Ik zie dat ik ook een pointer kan pakken. Deze. Cardano, Polkadot, EOS en Chainlink. Chainlink, dat is ook een mooie. Dat is een heel mooi, een mooie coin. Daar heb ik ook een rapport over geschreven. Degene die ook meedoet met het systeem, die krijgt dan ook dit rapport van mij cadeau. Dus bij deze. Nou, hoe ziet dat M2 eruit? Want daar zie je natuurlijk ook voor. En dat is als volgt. We hebben een soort 3 timeframe principe. En dat wil zeggen dat we rechtsonder een hogere timeframe hebben. En rechtsboven een intermediate timeframe. En links heb je een grote timeframe. Allereerst wil ik aangeven dat er zijn heel veel misconcepties, vooroordelen over daytraden. Ik nodig jullie graag uit om dat over met mij te delen in de chat. Misschien zijn er ook anderen. Als je nog niet aan daytraden bent, wat is de reden voor jou om dat nog niet te doen? Heb je nog geen tijd of is het te moeilijk? Een van de dingen die ik wel eens hoor is, je moet uren en dagen achter het scherm zitten, de hele dag door. Nou, of traden is risicovol. Nou, je hoeft helemaal niet een hele dag achter het scherm te zitten. Met ons systeem kun je gewoon ook jouw tijd zo indelen. Ik zit hier bijvoorbeeld in Mexico, het is nu 5 uur. Als ik straks wil handelen naar de presentatie, naar het webinar, dan ga je bijvoorbeeld 1,5 uur zitten. En als ik de punten binnen heb, dan ben ik klaar. En daytraden is zeer risicovol. Nou, het is helemaal niet risicovol, want sterker nog, voor mij is het helemaal niet risicovol. Ten eerste heeft het te maken met de grootte die je neemt, de leverage die je toepast. Maar ook, ik denk dat het minder risicovol is dan als je alleen maar met futures handelt op lange termijn of met swing trading. Want des te langer je in de markt, des te meer risico je loopt. Want wat wij doen met daytraden, dat we in de dag wat gaan handelen en dan daarna gaan we draaien. Dus ik ga ook nooit overnight in principe. Nee, ik ga nooit overnight met daytraden. Als daytrading, als ik een intradag trade doe, dan heb ik altijd een positie gesloten voordat ik ga slapen. Of voordat ik naar het strand ga, voordat ik andere leuke dingen doe. Daytraden is heel moeilijk en je moet heel veel
educatie. Je moet heel veel dingen doen. Je moet maandenlang educatie doen en veel leren. Nee, dat is niet nodig. Het is natuurlijk wel een pre als je weet hoe de financiële markt in elkaar zit. In elkaar steekt. Maar we hebben gewoon het systeem platgeslagen. Je ziet als een trade navigator, maar dan op de ultra korte termijn. Met een MTW en dan ook met handelsknoppen erbij. En je moet heel veel technische kennis hebben. Is ook niet nodig. En je moet heel goed op de hoogte zijn van het nieuws. Nou, het is ook wel handig dat je weet wat speelt in de markt natuurlijk. Het enige wat wij doen is een soort agendatje bekijken in de ochtend. Wat speelt in de markt? Maar voor de rest is het niet nodig. Want de prijs is het bewijs. On the chart is de footprint of money. En dat is het belangrijkste. En dat heb ik natuurlijk ook in kaart gebracht. Ja, je moet heel veel research doen, je moet heel veel onderzoek doen. Dat is ook allemaal niet nodig. En dus dat is ook niet belangrijk. En het mag natuurlijk wel. Kijk, des te meer je weet, des te beter het is. Maar het is ook een toch een analysis paralysis. Dat je dus in een soort tunnelvisie komt of je durft geen beslissing meer te nemen omdat je dan te veel weet of te veel dingen doet. En alleen de broker verdient geld. Nou, dat is ook niet waar. Want als je een goed systeem hebt, dan handel je zelf ook met een goede tool in handen. Dus oké. Ik ga wat vragen zo kijken. Wat is namelijk, Jan, als ik jouw vraag straks parkeer aan de hand van de charts, dan pak ik jouw vraag zo af. Stefan zegt welke rendement is de afgelopen 2 jaar behaald als u met de crypto zoals u meedoet met het systeem. Het is niet zozeer met de crypto, maar met het MTW-systeem is dat trouwens. Onbekend wat is het verdienmodel. Een verdienmodel is dat je namelijk zelf een systeem in handen hebt waarbij je dus geld verdient. En daar betaal je een bepaalde fee voor. Aan ons eenmalig, in dit geval met een MTW. Wat zijn ook nog... Ja, zaken dus, nou, ik doe dat daytrading gewoon niet. Ik vind dat veel te moeilijk. Wat is eigenlijk voor jou de reden om nog niet met daytrading aan de gang te gaan? Ik hoor ook wel eens iemand van, ja, ik doe al mee met het trading navigator. Nou, dan zou ik zeggen, nou, gefeliciteerd. Dan heb je sowieso een goede tool in handen voor lange termijn, voor aandelen. En wat ik zei van, je kunt dan gelijk aan de slag. Je hoeft niet een studie te volgen. En het mooie is, als er maar wat tegen zit, dan kun je ook gelijk met daytrading geld verdienen. En dat is ook heel mooi. Nou, wat heel belangrijk is, we hebben het systeem platgeslagen. En Aldis heeft ook een heel mooie lijfspreuk. Is dat succes geen hocus pocus is, maar focus focus. En het belangrijkste is wel dat je, wat ik zei met het psychologisch aspect, dat je zelf heel goede zelfcontrole, discipline hebt. En dat je natuurlijk ook heel erg positief in het leven staat. Wel realistisch. En dat je ook realistisch naar de markt kijkt. En dat kun je natuurlijk met de markt doen. Als je een markt in kaart brengt. Met charts. En pas je ook altijd aan van de marktomstandigheden. Ik heb het gedaan ook in het verleden van opties. Ik ben meer opgeschoven van opties en aandelen. Futures naar crypto's. En daytrading. En het is ook Kanye. Continuous and never improvement. Je moet jezelf altijd verbeteren. Maar het belangrijkste is dat je dollartekens in je oog moet vermijden. En greed is in dit geval niet goed. Je moet natuurlijk wel gedreven zijn en gepassioneerd zijn. Maar je moet zorgen dragen dat je, als je denkt in geld, met winst en verlies, dat je dan meer de hebzucht en angsten tot je laat nemen. Dat moet je niet doen. Maar het belangrijkste is dat je hebt een trainingplan nodig. Nou, dat is natuurlijk een open deur trainingplan. Ik weet, er wordt heel veel geschreven en Harm heeft ook over geschreven zijn... stappenplan van beleggen. Ik heb een goed nieuws voor jullie. Dat is namelijk dat je met ons systeem een trainingplan al in handen hebt. Je hoeft dat eigenlijk niet meer uit te vinden. Het belangrijkste is van dat je ook met compounding geld kunt verdienen. Rente op rente effect. Nou, met aandelen natuurlijk extreem. En maar met hele mooie slides waarbij je dat op termijn ook laat zien. Wat verschil is als je vanaf dag 1 dat je geboren bent en dan gelijk met 1000 euro begint. Ik weet niet of dat eenmalig is of elke maand of elk jaar.
Maar daar heeft hij een mooie slide van. Het rente-rente effect is heel belangrijk. En dat kun je ook doortrekken naar de korte termijn. Dus stel dat je met 1000 euro begint. Nou, ik heb gezegd, met even flat kun je al met 200 euro beginnen. Maar stel dat je een target hebt van 0,5% per dag. En je positie groot is 20.000. Dan heb je maar 3 pips per dag nodig. Dus dat is de kleinste eenheid op de valutamarkt. Wat een valuta heen en weer beweegt. Nou, een euro-dollar is dat bijvoorbeeld dan. 1 pip is $10 per pip. Nou, dan heb je 3 pips per dag nodig. Dan is dat $60. 30. 3 maal 10 is 30. Maal 2 van 20.000 is dan 60. Dan heb je 60. En volgens mij is dat positiegrootte 20. Dan moet ik ook nog aangeven dat 1 lotsize is 100.000, in dit geval is het 20, is 0,2. Met andere woorden is dat $6 per dag wat je dan binnenfietst. 3 pips per day, kies de deurwaarder, wees een mooie lijstspreuk. Dit collector natuurlijk. En die 1000 euro groeit dan in 1 jaar aan tot 1684 euro binnen 1 trading jaar. Mis je natuurlijk consequent bent. 3 pips per dag pakken en wegwezen. Een pip is dus de kleinste eenheid van een valuta. Ik zal straks laten zien hoe dat in de praktijk werkt. Nou, hoe is het resultaat op de DAX afgelopen year-to-date? Dus Jelle, je valt met je neus in de boter. Dat zou nu dus zou dat 1290 punten zijn in de DAX. En als je met 10 contracten handelt, is dat 22.900. Met 1 contract is dat 1290 euro. Maar het belangrijkste is om te kijken, dit tabel, die werken ook altijd bij periodiek. En deze is dan bijgewerkt tot met 8 juli is vorige maand. De één laatste kolom is G. Daar zie je ook hit ratio. En hit ratio aan zich zegt niet zoveel. De onderste staat bijvoorbeeld de 75% van de trades zijn goed. En dat is prima. Het allerbelangrijkste is dat de profit factor is. Dus winst gedeeld door verlies. Zonder min teken ervoor. Dus als er een winst, de profit factor 4,2 is, betekent dat de winst 4,2 groter is dan verliezen. Dus dat is heel mooi. En dan hebben we ook nog een mooi grafiek. Dat is deze. En dit is year-to-date. 2280 punten, 290 punten volgens mij is dat. En dat is voor de DAX. Dat is bovenste oranje lijn. Dit is een mooi vloeiende lijn. Dat is dan nog gecumuleerd op dagbasis. We hebben ook een Nasdaq, 1595, dat is de middelste lijn. Dan heb je een blauwe lijn hier. En dat betekent dus dat je bij de Nasdaq had je 1600 punten bijna gehad. En de euro-dollar 960 pips. Nou, vertaald in knaken, in geld. Euro-dollar met één vol contract zou dat 9160 zijn. 600 zijn, sorry. Nasdaq is dat 15.950. En heb je dan de DAX, dan is dat 22.880. Nou, zie je dus een mooie vloeiende lijn omhoog. Nou, vorig jaar was dat geval. Toen hadden we dus met het systeem 1514 DAX-punten binnengehaald. Nou, met 10 CFD-contracten is dat 15.140 euro. Maar je kunt ook natuurlijk in gedeeltes werken. Je kunt ook een tiende nemen. Nou, dan zou je dus 1514 euro winst hebben behaald. Maar de kracht van het systeem is dat je diverse markten ook handelt en combineert. En dat is hartstikke mooi. Nou, op basis van de ROI zou dat een van 16.000 euro trading capital zijn 157% zijn. Maar je kunt ook met leverage werken van 21. Nou, dat is dan 8.000. En je kunt euro, maar je kunt ook bijvoorbeeld zeggen, nou, ik doe met 1000 euro, dan kun je bijvoorbeeld met 2 contracten handelen. En dan zou je, even kijken, dan zou je 5000 euro hebben. 4528 hebben verdiend ongeveer. Nou, nu gaan we zo naar grafieken. Dit is Jesse Livermore. Google Jesse Livermore zegt ook altijd, the trend is your friend. Belangrijkste is dat je dus ook met de trend meegaat. Of nou korte termijn is, lange termijn. En dat laat ik zo zien aan de hand van de grafiek. Johannes zegt, wij handelen 1 tot 1,5 uur trading per sessie dag. Is het raadzaam op basis van jullie ervaring 2 sessies per dag te doen? Of 6 sessies per dag
Een maximum. Nou, dat hangt natuurlijk ook van jezelf af. Ik doe zelfs 2, want in de ochtend, zoals nu, is het 5 uur. Dan ga ik straks wat doen. Ga ik wat kijken of ik wat kan handelen. En als je dan klaar bent, ik ga straks bijvoorbeeld ontbijten. En dan ga ik eind van de middag terug naar de lunch of zo bijvoorbeeld. Naar het ontbijt. Dan pak ik de volgende. Ik pak altijd mijn scherm. En dat is heel cool. Omdat je dan ook alarmpjes krijgt. Dus je hoeft niet gespitst zijn op signalen. Je hoeft dus niet te duren op de markt. Je kunt gewoon kijken. En nou, je moet altijd wel een positie innemen natuurlijk als je geld wilt verdienen. Want zonder risico te nemen kun je geen winnaar worden. Vandaar, vraag dat maar naar Max Verstappen. En mooi is dat, dat je dat op basis van een mooi systeem kunt doen. Chris zegt, wat is ROI? Dat is return on investment. Dus rendement op het vermogen wat je inzet. Nou, als je dus met 1000 euro begint, nou, dan heb je maximum risico op je account 1000. En ik zie ook compounding, dat is rente-op-rente effect. Nou, PIP heb ik uitgelegd, dat is de kleinste eenheid beweging van de valutamarkt. Is het goed mogelijk om een trainingssignaal bij te houden op het systeem met notities? Ja, dat kan. Dat is op basis van het systeem van MTW. Kun je dat via de trade logs doen. Oké. Okay. Nou, het rendement heb ik uitgelegd. Johan zegt ook, zijn de grote partijen niet beter gebaat bij het rustig aankomende leningspatroon? Nou, ik zal een geheimtje verklappen, Johannes. Grote partijen, die handelen buiten de markt om. Die doen block trades. En die doen dan een soort OTC. Dus stel dat je een grote jongen bent, jij wilt van je aandelenpakket af. En ik ben een grote jongen, ik wil aandelen kopen. Dan ga ik via een soort broker ga ik handelen. Die soort middleman of via een dark pool. Kan ik gewoon jouw aandelen kopen zonder dat ik de markt beïnvloed. Dus een soort OTC-transactie. Hartstikke mooi. Nou, hartstikke mooi. Ik zie weer vragen. Oké. Okay. Dan ga ik even kijken of het scherm zichtbaar is. Is het scherm zichtbaar? Klopt dat? Denk het wel, hè? Nou, ik heb aangegeven dat we hebben een soort 3-eenheidsprincipe en dat zie je dus hier verschijnen. En ik heb de Bitcoin hier naar voren geschoven. En je ziet ook dat we nu net een koopsignaal hebben gekregen. En dit is dan op de linker timeframe. Dat is volgens mij de 5 minuten. Dus even kijken, onder rechts onder. Nou, Theo zegt, je moet veel vrije tijd hebben. Dat is niet nodig, Theo. Want je hebt maar een uur nodig of een half uur zelfs om te handelen. En op elk tijdstip kun je gewoon handelen. Dus als je dan ook in het weekend wil handelen, kan dat natuurlijk ook. Dus ik heb aangegeven, Roel, aan de hand van het document wat ik heb aangegeven, die 3, die heb ik gewoon gechart. Dat is het rendement altijd behaald. Ik ga inderdaad alleen long only in crypto jellen, absoluut. Met dit systeem, nee, ik ga ook short met Bitcoin. Dat kan namelijk met dit systeem. Dat is het mooie ervan. Nou, als je een signaal krijgt, dan zie je dus buy arrow on BTC op 22.881.5. Je ziet ook het scherm bewegen. En even kijken hoor, moet ik even kijken of ik dat scherm... Oh nee, ik moet die andere hebben. Dat is namelijk de pointer van Zoom zelf. Dat is, kijk of ik dat ding kan vinden. Oh, hierboven. Zoom heeft een balk heeft die verschoven. Nou, ik kan annotation maken. Dan ga ik even een spotlight pakken. Kan ik dingen aanwijzen volgens mij. Spotlight, deze. Kijk, je ziet hier een alarmpje. Dus als jij aan het handelen bent of je bent aan het... lezen of je bent andere dingen aan het doen, dan kun je namelijk dan krijg je een alarm als er dus een signaal komt. Nou, nu hebben we dus een koopsignaal, dan hebben we dus een soort checklist erbij, een vinkje erbij, een harkje erbij, zegt Harm altijd. En wat ik ook altijd belangrijk vind, kijken,
rechtsonder heb je dus een hoge timeframe. Om daarmee te beginnen hebben we dus een soort pivot points al ingezet. En dit is op basis van vandaag. Nou, dan zie je dus dat de pivot points, deze moeten we trouwens op Wall Street zetten. Nee, FX, want dat is het 24-hour market. Dus deze zet ik even op de crypto. En even kijken wat hier staat. Dan staat tijd is... Kijk hoor, wat het is. Oh, wacht even. Ja, 21 uur is dat. Het is nu 13 uur. Ja. Ja, deze moet eigenlijk op de FX. Dus deze zet ik hier neer. Template of de FX. Deze. Nee. Nog eens dus. Ja, dat is hier. Nou, de pivot points, dat zijn dus predefined levels. Dus voor geprogrammeerde niveaus, die krijg je altijd erbij. Dan weet je in ieder geval als de markt opent. En dat zie je bij de Bitcoin hier. Aan de rechterkant zie je namelijk... even deze pakken. Aan de rechterkant zie je een PP. Nou, dat correspondeert dan toevallig met de daily open van vandaag. En dan zie je dus ook de oranje koers. Of de... De rode lijn is yesterday low. De hele nauwe range is dat. Je ziet dat die onderkant is uitgebroken bij de range. Nou, dan zie je bij de S1, dat is support level 1. Trouwens, dat is geen niveau van beton. Nee, want dat wil meer zeggen dat de markt, die heeft gevoel en heeft ook geheugen voor ronde getallen, maar ook voor niveaus. Dat betekent als het niveau wordt aangetikt, dat hij daar dan... gaat kijken of hij verder door wil of niet. Als de markt zwak is, dan gaat hij door naar beneden. Nou, dan heb je onderin de S2. Dan weet je dat de volgende trap, treden of ja, treden van de trap, is op de S2. En als hij verder doorzakt, is de S3. Ik ga niet verder uitleggen wat het dan precies betekent. Maar aan de bovenkant zie je dus niveaus. Het enige wat je hoeft te weten, dit krijg je ook bij het systeem geleverd, niveautjes van de voren waar de markt naartoe kan gaan. Dus als de markt door die daily open breekt en ook door die pivot point, dan is de eerste target R1 en de yesterday high R2 en R3 resistance 2, 3. Nou, dan heb je dus ook een M15 is een intermediate time frame in dit geval, 15 minuten grafiek. En dan zie je dus hier ook een F, dat is een Frankfurt open van de markt, en L is London open, dus 9 uur Amsterdamse tijd. Nou, en het enige wat je hoeft te zien is je hebt een soort propriety moving average, die oranje lijn, die geeft of een oranje kleur aan, of een blauwe kleur. Dus het is of zwart of wit, zeg maar. Geen grijs gebied. Als die dus oranje is, dan moet je vanuit de short handelen. Is die blauw, moet je vanuit de long handelen. Nou, we handelen altijd op de kleinste timeframe. Nou, het is in dit geval de 5 minuten op de Bitcoin. Ik kan hem ook op de 1 minuut zetten, maar dat is discretionair. Dat mag je zelf natuurlijk ook bepalen. En als je zegt, nou, ik wil graag op de ultra-korte termijn handelen met 1 minuut, mag dat natuurlijk ook. Dus nou, wanneer de markt opent, inderdaad, Jelle, dat is bij de crypto's, is in principe de markt opent. Het is eigenlijk 24/7 markt, maar dit is volgens mij een 11 uur eikpunt. FX Fred is een broker en die heeft hier om 11 uur bij de Forex-markt is dan slot en dan weer de opening is een paar minuten daarna. En dit is dan ook een grafiek op basis van de CFD of de Bitcoin, dus niet de spot. Maar dat gaat eigenlijk niet, dat gaat eigenlijk niet om. Het gaat om dat je de intraday die markt kunt pakken. Belangrijk is dat je ziet, we zijn gisteren bijvoorbeeld begonnen aan deze kant, waar die streepjes beginnen. Nou, je ziet er onderin, als we hier naar gaan kijken, zie je een MT-indicator. Ik ga niet uitleggen wat dat precies is, want dat is ook niet belangrijk. Het is alleen belangrijk dat je weet hoe je het moet interpreteren. Mijn filter is onderin, is de markt, is de MT-indicator groen. Dan kijk ik alleen maar met een positieve bril, met een koopbril, kijk naar de markt, kijk ik naar de... of zie ik onderin een
oranje of een rode MT-indicator, dan is het zo dat je vanuit de short moet handelen. Nou, hier zie je dus ook boven de MT-indicator, de PMI-indicator, sorry, Proprietary Moving Average. Die loopt ook vlak, dus geen Moving Average, maar dus een aangepaste Moving Average. Die loopt heel kort mee met de markt. En dan zie je ook dat die echt nauwkeurig de markt volgt. En dat noemen we met de momentum meelopen. Is de lijn oranje, dat betekent dat de kracht neerwaarts is. Deze loopt een heel kort mee met de koers. Onderin de MT-indicator, die is namelijk iets lagging. Want die wordt afgeleid van de koers iets langer. En die zie je dus ook als van positief naar negatief gekruld. Dat is een snijpunt van nul. Bij die omslagpunten, daar heb je dan de meest belangrijke signalen. Meest zuivere signalen. Sommigen die pakken ook wel eens heel agressief deze, de eerste lijn al. Dat kan ook. Maar goed, dat is als je ervaren bent, dan kun je daar ook mee aan de slag. Maar voor beginners zou ik gewoon zeggen, pak een checklist erbij. Ga je kijken. Heb je onderin wel of geen bolletje? Nou, wel bolletje. Nou, niet handelen. Heb je geen bolletje? Dus dan gaan we gaan kijken bij de volgende pijl. Hebben we hier onderin kijk je dus rood. Geen bolletje, vinkje erbij. Onderin heb je rood. Dat is dus een verkoopsignaal. Dan wacht je bovenin op een verkoopsignaal. Nou, dan heb je dus ook boven een verkoopsignaal gekregen. Een oranje pijl, dat klopt. Nou, dan schiet je een order erin. Dan zie je dus dat de markt naar beneden roetst. Nou, dan zie je dat er een puntendaling is van sowieso 150, 135 punten. Handel je één contract, dan heb je dus eenmaal $135 verdiend. Handel je 0,1 is dat, $13,5. Dus je kunt zo groot of klein handelen als je zelf wilt. Van high naar low is het zelfs $350. Nou, heb je die trade gedaan, dan pak je het volgende signaal, heb je hier take profit. Onderin zie je op een gegeven moment puntjes. Nou, wat jij moet kijken, heb je een signaal. Hieronder heb je dus weer een oranje pijl. Dan heb je hieronder, wat je ook altijd doet, dat is namelijk een sellstop bij verkoop van de markt. Dus gewoon short gaan, een sellstop. En dat kun je aan de hand van een knopsysteem kun je inzetten. Ik ga zo even laten zien hoe je dat instelt. En dan betekent dat je met een sellstop niet wordt ingetriggerd. Want je gaat altijd, in principe als de markt doorbreekt naar beneden, onder de candle gaat, dan word je ingestopt. Nou, heb je een sellstop ingezet, dan is het niet gehaald hier. Na 3, 4, 5 candles ga je hem uithalen. Maar hier heb je weer een verkoopsignaal gehad. Nou, deze wordt dan wel getriggerd. Dan heb je een aantal punten. Maar je ziet ook dat de MACD wat naar beneden is aan het gaan. Of heb je dus ook dat die oploopt. Maar je had ook een aantal kleine puntjes kunnen pakken. Hier zie je dus een bovenin heb je een blauwe pijl. Ja, heb je een puntje? Ja, dus niet handelen. Heb je een blauwe pijl? Ja, heb je onderin een groene MT-indicator? Ja, een bolletje? Nee, dan kun je handelen. Nou, dan heb je een heel klein stukje kunnen meepakken. Maar je ziet ook dat je nu in een soort trading range zit. Dan zit het een beetje in een doldrum, zeg maar, rond het nulpunt. Nou, hier hebben we momenteel een mooi signaal te pakken. Dit is een 5-minuten grafiek. Als je deze op 1-minuut grafiek pakt, even om handelstechnische redenen, dan moet je zelf bekijken waar voel je prettig mee met een 1-minuut grafiek of een 5-minuten grafiek. Ik zit liefst zo kort mogelijk op de bal, dus 1-minuut grafiek. En dan kun je hiermee handelen. Nou, je kunt met dit systeem niet op Binance handelen. Ik zou zeggen, pak gewoon. Want dat is ook een nadeel van Binance, Geert, dat je geen koop- en verkoopknop hebt. Want ik vind het super irritant bij Binance of bij een andere broker ook. Of als je MT4 broker hebt die alleen maar een systeem heeft. En ik zal laten zien, als we hier naar de grafieken gaan. En dat is hier namelijk het volgende. Dat je, kijk, crypto CFD's. Als je dus de markt wilt charten. Nou,
zou zeggen 1 minuut grafiek. Nou, wat moet je doen? Kopen, verkopen. En dan moet je iedere keer hier de lot size aanpassen. Belangrijk is wel te beseffen, als je hier met volume een volume, ja, volume ziet, in dit geval is het 0,01, dan is het zo dat het de kleinste lot size is. En die moet je ook altijd invoeren in de TDB, wat ik nu laat zien. Dat is namelijk het als volgt. Nou, we zien dus dat Bitcoin probeert uit te breken. Nou, ik zie dat we geen lachend gezichtje hebben. Dus ik moet even kijken. Staat live handen toe. Die staat ook wel eens uit. Dat moet je even aanvinken. Bij de invoer geef van tevoren aan take profit en stop los. In dit geval is dat volgens mij 500 punten. 500 en stop room 75 punten. Nou, ik ga hier een buystop inzetten. Wat mooi is met dit systeem is dat je van tevoren eenmalig instelt hoeveel winst dat je wilt behalen. Ja, natuurlijk zoveel mogelijk, maar dan heb je dus een take profit, een stop loss en een stop room. Een stop room wil zeggen als je een buystop inzet, dat betekent dat jij dus 75 punten boven de markt in de markt wordt gestopt met een take profit en stop loss. Trouwens ook bij de buy market en sell market heb je ook take profit en stop loss ingezet. Nou, bij de BS heb je hier een buy stop. En kijken of je die in kan zetten. Dat is hier. Buy stop. Oh, die liggen nu in. Even kijken of ik die. Oh ja, ik zie het al. Die staat. Even kijken hoor. Ik moet even wat aanpassen hier. Dat is eenmalig hoor. Dan moet je deze doen. 500. 5. Nog maar 1. Zo. En je ziet dat we nu omhoog gaan. Dat moet je gewoon kopen. We hebben dus ook een. Ik heb nu een. Even kijken. Order ingezet. Even kijken. Nou, dat is altijd irritante van die Bitcoin namelijk. Wat ik even ga doen is. Bij die waardes. Zet deze toch even in, zo. Dat was fijn. 750. Dat is eenmalig wat je moet invullen hoor, maar dan zal ik even laten zien hoe dat werkt. Ja, kijk, ik zit nu in de markt. Nou, je ziet nu dat we dus een verliesje hebben. En dat is namelijk 45 min. En dat komt namelijk dat 45 min is hier aantal punten. Ik heb ze aangegeven dat we ook moeten kijken naar punten. En dat komt omdat de broker ook geld verdient. Nou, dat komt natuurlijk door die spread. Bij FX spread hebben we geen kosten. Je hebt alleen een spread tegen je, zeg maar. En dat is ook logisch. Nou, we zien dus dat we richting de nulpunt aan het kruipen zijn. Nou, wat heb ik nou gedaan? Ik heb op de 1 minuut grafiek heb ik een trade ingezet met een van tevoren een take profit aan de bovenkant. En dat is 22.890 is de prijs waar ik in ben gegaan. En stop loss is 390, 500 punten onder. Nou, die kan je ook verschuiven trouwens. Dus die schuif ik omhoog. En dan ga ik deze hier neerzetten. En die kan ik dan even laten zien. Nou, wat ik even ga doen. Deze zet ik omhoog. Dan krijg je een informatie van de pijl. En de take profit zet ik ietsjes naar beneden. Die kun je ook gewoon allemaal laten aanpassen. Die zet ik even iets onder de daily open bijvoorbeeld. Want dat is het eerstvolgende, ja, belangrijk niveau. Jelle zegt, je zegt take profit 500. Dat klopt, Jelle. In het systeem, waarom weet ik niet, maar het komt door programmeurs. IT, er is een correctiefactor van 10. Als je dus 500 punten in dit geval de Bitcoin wil doen, moet je in dat knopsysteem moet je dan 0 erbij doen. Maar goed, dan moet je even weten. Gaat er bijvoorbeeld om dat je dan gaat kijken naar de trade aan zich. Nou, dit is al ingelegd. Nou, je hebt gezien, het is een one-click trading system. Heel simpel. Je hoeft weinig te doen. En ik wil je even meenemen naar het volgende. Kijken of ik die
Ja, en het volgende, dat is namelijk... Ik weet niet waar die... Ja, ik doe deze van een minuutje. Nou, we hebben nu weer een moneytowork.com. Een slide, als het goed is, hè? Dus ik ga straks even wat tijd inruilen voor jullie om wat vragen en andere markten nog te beantwoorden. Dus wie vindt er op zich wel een interessant systeem om iets mee te doen? Al dan niet nu of in de toekomst. Wat je bij ons krijgt met het systeem is namelijk... ja, Gustav zegt ik. Nou, hartstikke mooi. Nou, Jannes zegt, ik moet vandoor. Ja. Hartstikke mooi. We hebben binnenkort even contact. Als je vandaag tijd hebt, JW. Slinger even een WhatsApp bericht in. Want dan ga ik je even wat dingen laten zien weer. Hoe je kan worden, verder wordt geholpen. Nou, AJ zegt ook ik. Nou, heel mooi, dankjewel. Top. Nou, dit is dan ook wat je bij ons krijgt. Een all-inclusive pakket is eigenlijk. Je kunt het doe-het-zelf doen en met het pakket. Maar dan krijg je ook online support. En dat is namelijk met het membership site krijg je erbij. Je krijgt bij ons ook... even kijken of wat krijg je nog meer erbij. Spotlight heb ik laten zien. Dit is een membership site met tutorials. Hoe je start met het MTD. We hebben ook webinar opnames. De elite traders van ons krijgen ook... De live trade, zeg maar, die we ook hebben gedaan. En tutorials en andere webinars. Nou, dit is een MTW tradersgroep. En we hebben ook een channel. En ik meen dat hier, als je deze QR-code inscant, dan kom je vanzelf op onze Telegram channel. En even kijken of dat klopt inderdaad. Of, en ik zou zeggen, van meld je gerust even aan via de Telegram channel, want... Dan kun je daarmee, even kijken hoor, zo. Je kunt ook aandelen doen, Gustav, met daytrading. Ik ben zelf meer van de indices en commodities en natuurlijk crypto's. Ja, dit, als je deze QR-code inscant, kom je in de channel. Vervolgens is het zo dat je bij ons ook documenten krijgt aangereikt. En dat is... 50 handelsregels die cruciaal zijn om succes te behalen. Nou, ik heb ook voor jullie een formulier wat je kan invullen als je meer interesse wilt hebben voor een persoonlijke coaching sessie met ons. Dan kun je ook dit formulier invullen met ons. En ben ik aan het omzetten naar het Nederlands trouwens. Dus als je daar aanmeldt, dan krijg je sowieso van ons onze bonus sheet, en dat is het volgende. Met patronen, dit helpt je ook bij het beslissen, of in ieder geval beter rendement maken van je resultaten, het verbeteren van je resultaten. Wat je bij ons krijgt, we hebben het pakket zo ingestoken, dat je met €1497 inclusief BTW helemaal het mannetje of vrouwtje bent, dat je helemaal ja, vol goed beslaagd in ijs kunt gaan. En dat is namelijk, dan krijg je bij ons ook het systeem natuurlijk, met die indicatoren, met het handelsknopsysteem. We helpen je mee met het onboarden, dus online coaching sessie. Ook als je daarna nog vanuit de demo naar de live omgeving wil gaan bijvoorbeeld, dan help je ook met natuurlijk mee. We hebben ook wekelijkse online coaching sessies. Morgenavond is om 7:00 ook een sessie weer. En dat is alleen maar voor de elite trade, voor degene die het pakket heeft. Ook voor onze internationale leden en ook iemand die Engels spreekt. Die hebben ook één keer per maand een Q&A sessie in het Engels. Dus dat is ook super cool. Je krijgt toegang tot onze Telegram groep en channel natuurlijk. Channel, dat is voor onze publicatie en de groep. Dus heel levendig, zag ik ook weer net heel veel interactie. Dus heel mooi. En exclusieve toegang tot onze membership site. Je krijgt ook documents en manuals ons erbij. En dit is een one-off investment. Dus dit is van ons het pakket. Als je zegt, ik kan het zelf. Maar je kunt ook zeggen, weet je wat, ik wil graag ook met ons systeem meedoen. En ik heb aan een wekelijkse coaching sessie genoeg. Nou, dan heb je compleet geïnstalleerd turnkey trading system. Dus eenmalige investering, geen extra kosten onder het gras, geen additie onder het gras. Wij maken traden wel makkelijker voor jou. Nou, als je zegt, nou, ik wil graag to the next level. Ik wil graag 1 jaar worden gecoacht.
Dan krijg je bij ons 3-daagse live training op locatie, daytrading. En 1 jaar lang maandelijks persoonlijke coaching. Met andere woorden, je krijgt 12 uur per jaar kun je zelf invullen met personal coaching. Online is dat. En we hebben ook onze experts daarvoor natuurlijk ook ingehuurd. En daar heb je ook op bogen. En we hebben dus ook weekse Zoom sessies. Heb je daar ook mee. Extra toegang tot membership site. Eigenlijk is het alles wat je in het voorgaande pakket heeft gekregen, gezien. En als bonus zit hier dan ook de MTW, T6 System, Trade Software erbij. Dus als je ik wil graag goed verzaagd aan ijs komen en ik heb meer nodig met een stuk support. Want ik heb ook die 4 tafelpoten laten zien. Een coach is ook heel belangrijk, een mentor, om je te begeleiden. Nou, daar zijn wij natuurlijk ook voor. En dus heb je interesse. Ik heb een QR-code ingezet voor het formulier. Dus als je ik heb graag interesse. Gewoon een vrijblijvend coachespakket. Of een coachinggesprek met ons. Dan kan dat met mij. En kun je ook je gewenste tijdstip doen. Vul ook gerust dit formulier in. Als je het formulier, als je bonus wilt ontvangen nu. Dan krijg je sowieso ons bonus sheet. En dan krijg je ook waardevolle informatie. En Geert zegt, kan er ook in maandelijkse betalingen? Nee, dat doen wij niet. Dat doen we bewust niet, omdat wij doen het gewoon in eenmalig. Want we zijn handelaren, we zijn geen boekhouders. En het is altijd een heel gedoe om dat allemaal in goede banen te leiden. Het is een one-off investment, inclusief BTW trouwens. Dus, en ik zei ook van, je kunt ook laagdrempelig instappen met het 1497 pakket. Dat is een all-inclusive trading package. Dus met enige begeleiding, online coaching. Maar er zit dus niet de persoonlijke coaching bij en ook niet de 3-daagse training bij. Ik heb ook wel eens gezien bij anderen die vragen €2000 voor per dag. Ik heb ook in buitenland in Amerika heb ik ook gesproken. Deze zeggen, ik vraag gewoon €2000 voor een hele dag. En dus dat is een coaching. En dus dan zou je dus met deze 3 dagen €6000 te waarde al front row zitten met het systeem erbij. In ieder geval, als je interesse hebt, feel free om ons te contacteren, mij te contacteren. Met ons systeem. Het voordeel van ons systeem is dat je dus ook kunt handelen in enkele uren per dag, of enkele tijdstippen. En het is een systeem wat toepasbaar is op iedere markt. Dus het is gewoon als aanvulling op je andere systemen. Of nou een ander DT-systeem of een lange termijn trading systeem. En het is ook mooi dat je ook long kunt gaan en short kunt gaan in de markt. Alleen de markt moet natuurlijk wel volatiel zijn. Het is een complementaire en long-only strategie. Je hebt dus ook gegarandeerde nachtrust. En je hebt ook rugdekking van ervaren traders. Je hebt een Telegram channel. Je hebt ook een lichte groep. En je hebt ook toegang tot de membership site. Wil je hier ook nog gebruik van maken met een extra bonus erbij. Unlimited internet coaching te waarde van €750. Dan kun je via de QR-code inscannen. Of je kunt naar monitorwork.com gaan voor meer informatie. Althans voor het systeem dus. Bij FX Flat kun je ook een gratis demo-account aanmaken. En dan krijg je ook uitgebreide klantenservice in het Nederlands. En voordat ik zo naar de grafiek ga weer, naar de losse eindjes qua vragen, wil ik jullie natuurlijk ook bedanken. info@monitorwork.com of info@tradingformoney.com. Daar kun je allebei naartoe sturen. Even kijken hoor, of er vragen zijn. Waar is het? Zoom. Daar is Zoom. Dus eenmalig 1497, overschakelen naar Binance. FXFlat levenslang. Ja, Geert, nee, het is niet op. Je kunt wel handelen met Binance. Natuurlijk aan de hand van de signalen. Van Cardano of wat dan ook. Ik zal zo even laten zien hoe dat zijn werk gaat. Kijk, zo. We staan nog een beetje rond het nulpunt, zoals je ziet. Kun je het systeem toepassen op Ethereum? We hebben dus profielen aangemaakt. Dan is het zo dat je. Even kijken hoor. Ethereum. ETH. Die staat hieronder volgens mij. Ja.
Nou, dit is dus niet op een crypto exchange toepasbaar. Dit is wel een MT4-broker. Als je al een MT4-broker hebt, dan is het ook prima om daar iets mee te doen. Dus kun je dat ook integreren. Als je zegt, ik heb al Admiral, ik heb al een andere broker, mits het MT4 is. En je kunt op elke markt handelen natuurlijk. Op, zoals je ziet, hier heb je een Ethereum. Zal ik deze iets mooi fatsoeneren. En je kunt ook je eigen profiel samenstellen. Je kunt Cardano erin zetten. Je kunt... Bitfavo is geen MT4. Nee, dat is een crypto exchange. Dus ik zou gewoon aanraden, doe gewoon FX Flat. En wat ik ook even kan doen is, wil je een gratis demo-account aanvragen bij FX Flat? Kun je die ook gewoon aanreiken. Dus dat is, bij deze zal ik het even inzetten. Dat is onderin volgens mij FX Flat. Dus als je met een demo-account aan de slag wilt met FX Flat, dan heb je alleen, let wel de kale grafiek, hè? Dat is wel belangrijk om te beseffen. En dan heb je ook de Money to Work channel, zal ik even inzetten. Dan ben je bij ons ook op de hoogte. Die heb ik ingezet. Kun je gewoon aanmelden via Telegram. Dus dat is hartstikke mooi. Even kijken hoor. Ik moet even terug natuurlijk naar de grafiek. Ethereum, zelfde lakenpak. Je ziet ook koopsignalen. En dan gaan we kijken naar het volgende. Hebben we ook andere markten? We hebben ook een overview gemaakt van crypto. In één oogopslag vind je dus ook de markt. Nou, wie vindt het een, toch een heel mooi systeem om er iets mee te doen? Ik denk wel als je goed beslaagd ten ijs wilt komen, ook met daytrading. Nou, dit ziet er misschien heel listig uit allemaal, maar dit is een overview van de markt. Je kunt ook namelijk het op dan kun je in één oogopslag zien hoe de markten bij liggen. Naar Bitcoin zie je dus op 4 uur basis is dat neergezet dat de markt wat een uitbodem is. Dan heb je een Ethereum. Dit is een ook 4 uur grafiek. Nou, hetzelfde verhaal natuurlijk ook een beetje Ethereum. Dan hebben we ook Litecoin. Die hebben we ook hierbij, Litecoin. Nou, zie je ook helemaal dus hetzelfde verhaal. Hè? Dus dat is heel mooi. Maar als je zegt, nou, ik wil graag het systeem toepassen. En dat is wel heel mooi trouwens, toepassen op het volgende. Dat is namelijk, Cardano heb ik hier al gemaakt. Nou, stel dat je zegt, nou, ik wil een andere markt. Dan ga je naar de Ctrl-M van de markten. Dan ga je onderin wat voor markten zijn beschikbaar. Nou, Chainlink vind ik een mooie. Ik heb ook aangegeven. Ga je ook het systeem kopen, dan krijg je ook van mij het exclusief rapport van Chainlink en andere interessante crypto's. Nou, ik heb hier Chainlink gemaakt. Dat is dan 30 minuten, 1 uur grafiek en 4 uur grafiek. Hetzelfde lakenpak. Het enige wat je hoeft te doen, even fatsoeneren. Dan heb je de 1 uur grafiek. De 4 uur grafiek heb ik onder. Zo. Nou, je ziet dat het heel simpel is. Een click-and-go systeem. En je hoeft alleen maar de waarde in te vullen hier. En dan ben je klaar. Kijk, hier staat een gezicht. Je moet je natuurlijk van tevoren even aangeven wat voor waarde we moeten pakken. Het helpt je ook gewoon mee met installatie om dat in te stellen. Even kijken of dat lukt. Zo, lot size. Hier, 10. Kijken of dat lukt hoor. Deze aanvink hier. Zo, staat live handelen toe. Chainlink. En even kijken of dat goed is. Kijk, dat is een beetje trial and error in het begin hoor. Maar dat is dan bij deze. Chainlink. Dit is namelijk wat ik op de fly, on the fly heb aangegeven bij jullie team. Voor mij is dat bij deze wel goed. Journaal, even kijken wat hier staat.
Invalid take profit stop loss. Invalid. Ja. Yeah. Invalid take profit. Invalid. Het komt omdat er namelijk een correctiefactor in zit. Of een of niet. Het zit namelijk in MT4. En daar kan ik zelf niks aan doen, maar goed. Dat is voor de eerste keer wat je moet bekijken. Kijk, nu hebben we het aangegeven. Kijk, zie je? Stefan, de uitleg ging te snel. Ik heb zeker een test, Stefan. Dus wat ik even aan zou raden, Stefan, vul even het formuliertje in van mij. Dan krijg je een link met de bonus hier met meer informatie. Er staat ook een Calendly link bij. En dan kun je met mij een call inplannen. En dan kunnen we dat gewoon persoonlijk oppakken. En dan gaan kijken wat voor jou interessant is om te doen. Je ziet dus ook hier, heb ik aangegeven, het enige wat je hoeft te weten, namelijk, ik zal deze ietsjes hoger neerzetten. Zo, 4-uur grafiek, daggrafiek, weekgrafiek. Ik zet even de timeframes wat hoger. En wat je wel moet doen altijd, als je een profiel hebt aangemaakt, even een profiel opslaan. Sla op als. Nou, ik heb al een profiel voor de Bitcoin gemaakt. Een Cardano. Maak ik hier een link van. Want dat is mooi, want dan kun je altijd heel makkelijk heen en weer switchen van markt. Dus deze heb ik gemaakt. Nou, je ziet het enige wat je hoeft te onthouden, Stefan. Bovenin zie je, ga je gewoon kijken, heb ik een koopsignaal, ja of nee? Nou, die zie je dus hier. Hier heb ik een koopsignaal, een blauwe pijl, ja, vinkje. Heb ik onderin groen, vinkje. En heb ik een geen bolletje, vinkje. Dus als een bolletje is, niet handelen. Nou, deze had je dus kunnen pakken. En hoeveel is dat in totaal? Dan zou dat, even kijken, 1,1 punt zijn. Dus als je 100 stuks had gedaan, is dat 110, 1,1 is $110. En met 10 is dat natuurlijk $11. Oké, okay, hartstikke goed. Stefan, ik zal even die link inplaatsen van de vorm. Die zal ik straks wat aanpassen in het Nederlands trouwens. Excuses voor het ongemak nog. Maar goed, het gaat even om dat je contact kunt opnemen met ons. En anders stuur ook even een berichtje naar info@tradingformoney.com. Even kijken hoor. Rapporten kijken altijd terug, levert toch niks op. Jelle, klopt. Het gaat er niet om dat het niks oplevert. Het gaat erom dat je namelijk, zeker met, je moet niet vergeten, ik heb met Crypto Academy heb ik namelijk ook crypto's lange termijn. Die heb ik ook op bepaalde gronden heb ik gekocht. Chaining onder meer en heb ik voor onze klanten, betaalde klanten, heb ik rapporten gemaakt. Nou, en die geef ik dan ter beschikking aan jullie. En ik heb ook een boek Start Trading. Heb ik ook trouwens. En dat is ook wat je kunt gebruiken met psychologische dingen. Maar dat geeft in ieder geval aan dat je dus ook meer understanding van de markt hebt. Dat je ook weet dat je een handelaar bent. Maar goed. Kijk, je hoeft het rapport niet te lezen, Jelle. Dus voor mij betreft gooi je dat in een prullenbak. Maar ik wil in ieder geval aangeven dat je dat van ons krijgt als bonus. Of TradeNet, TradeNet werkt niet met MT4. Klopt, Gustav. Werkt niet op TradeNet. Maar ik zou zeggen van, Gustav, kijk gewoon even of dat wat voor je is, dit systeem. En MT4 is gewoon de basis. En dus als je daar een rekening hebt bij FX Flat of een andere broker, kun je daarmee handelen. Even kijken. Op een schaal van 0 tot 10. Even kijken of iedereen nog aanwezig is. Stop share. Oh, hier is dat. Stop share. Even kijken hoor. Ja, er zijn een aantal afgehaakt. Ik zie het ook. Ja, prima. Harm zei van the eagle birds are catching the worms of zo. Maar jullie ook als diehard fans blijven tot het einde zitten. Nee, lieve. Dit systeem werkt alleen op MT4. Dus niet op Maxim, niet op Lynx, niet op crypto exchanges. Alleen op MT4.
En waarom is dat? Omdat we daarmee ook een one-click trading system hebben. In plaats van wat ik ook heb aangegeven, dat je anders iedere keer een take profit en stop loss moet invullen. Dat hoef je nu niet te doen. Dat kun je nu in één keer doen. Nou, we hebben nu dus nog een trade lopen. Ik zal even kijken hoe dat gaat. Nou, je ziet dat het heel weinig gebeurt. Nou, we hebben één BTC, hebben we nu een winst op, zie ik. En bij Chainlink hebben we 4,83, 10 maal 10. En waarom is dat? Dat is namelijk het volgende. Volgens mij is dat een spread die we tegen hebben. Ja, ja, ik zie het al. Zie je? We hebben een half puntje spread namelijk. Dus, je moet het zo zien. Je handelt een coin wat nu 7 is. Ik heb 7 maal 10. En dat is namelijk het volgende. Daarom handel ik liever niet in een... daarom handel ik liever dus niet op kleine coins. Liever Bitcoin en Ethereum. Ik heb hier een contractgrootte van 10. Als ik dus van 7 naar 8 ga, dan heb ik dus $10 verdiend. Nou, Marcel zegt, perfecte presentatie, dankjewel. Voor de elite trader onder ons, morgenavond om 7 uur heb ik het webinar weer ingepland. Hè? Morgen is het woensdag, ja, 7 uur. Oftewel 12 uur lunchtijd, mijn tijd, is goed. Maar zoals ik heb aangegeven, nou, Chainlink staat hier met een spread van 0,5 maal 10 is, sorry, spread van 50 zie ik hier. 50, dit is de correctiefactor van 10, maal 0,1 is 4,82. Met andere woorden, met die kleine contracten en zo, met die kleinere coins doe ik weinig mee. Dus ik doe liever dan Bitcoin en Ethereum. Volgende keer, bij de volgende sessie pak ik weer een andere markt voor de DAX. En dus we laten zien dat ook op de DAX geldt en op goud en zilver. Dankjewel voor die hoge waardering. Nou, je ziet ook dat Bitcoin, de eerste trade die we hebben gedaan, die staat in de plus. Nou, die zal ik even laten zien weer. Je switcht heel makkelijk van de ene markt naar de andere. Dus ook liever niet in die grafieken zelf te knallen. En het is altijd van profiel naar profiel te gaan. Dus als ik nu naar de Bitcoin ga, BTC, dat zie je hier. Jelle zegt, ik merk dat ik qua cryptokennis van nul moet beginnen. En veel begrip en afkortverwijzing komen voor mij, de nieuw voor mij zijn. Naar de eerste geregelde mailijst. Nou, heel goed Jelle. Nou, heel goed. Ik heb trouwens ook een boek geschreven. En in het Nederlands heb ik dat ook geschreven. En daar ben ik super trots op. Wat ik eerder heb aangegeven. 6.300 boeken al verkocht. Dus dat is een bestseller. In het Nederlands trouwens. In het Engels moet er nog meer worden gedaan. En dit is het boek. Ik weet niet of je mijn scherm ziet. Of mijn video. Ja, liever sowieso. Eerste stap even een rekening open bij FX Flat. En ik zou aanraden om met de demo te beginnen. Let wel, als jij bij FX Flat een rekening opent, is het een plat systeem. Dus dan heb je alleen maar de grafieken, wat ik heb aangegeven. Net als hier, zoals de euro-dollar. Dus laat je dan niet afschrikken door het pakket, hè, door dat tradingpakket. Maar als je met ons systeem aan de slag gaat, krijg je dus one-click trading system aan de hand van profielen die we aanleveren. En wat het mooiste is, je kunt ook zelf een profiel aanmaken. Dus als je zegt, ik wil graag dat is Swahili dollar handelen. Nou, als FXFlat dat aanbiedt, dan kunnen we dat ook aanmaken voor jou. Dus hartstikke mooi, Jelle. Dus nou, toch even een voor mij, als jij dus ook met crypto wilt beginnen, met crypto's dan, dan is het zo dat je met mijn tradingboek beginnen. Dus deze boek even inplakken. Cryptoboek. Crypto trading voor ambitieuze beginners. In Nederland, Engels is dat. In het, als jij gewoon Nederlands wilt, dan kan dat via bol.com. Even kijken hoor. Lievestra vraagt, hoe graag de profielen erin? Nou, ik heb dus net Cardano profiel gemaakt. Ik ga het niet nog een keer doen. Maar dan als je een profiel hebt aangemaakt, dan moet je een naampje geven. En dan opslaan. Ik heb het net uitgelegd. En
En mooi is, zorg ervoor dat je dan niet in die grafieken zelf gaat. Ik heb nu een goud grafiek gemaakt, hè, een profiel. Die heb ik erin gezet. Daarnaast heb ik dan, als stel dat ik zeg, nou, ik wil graag even een andere markt doen. Ik wil bijvoorbeeld WTI in goud handelen. Nou, dan kan dat ook. Nou, WTI heb ik hier op 15 minuten gezet. En ik wil ook goud handelen. Ook 15 minuten. Nou, een kind kan de was doen. Dan zetten we hier ook een, ook even een grafiek erin van Wall Street. Nou, zo zie je dus dat je met twee markten dan samen kunt handelen. Nou, in ieder geval bedankt voor je hoge waardering. Lieve, ik bedoel iets anders. Hoe ga ik de MTW bij FXV? Nee, dat kan niet. Sorry. Ja, sorry lieve. Goeie vraag. Nee, die MTW, die krijg je namelijk als jij ons pakket aanschaft voor 14,97 inclusief BTW. Dan krijg je dit handelssysteem. En dan krijg je dus ook goede begeleiding en wekelijkse sessies. En maar stap voor stap, daar helpen we ook allemaal mee. Als je ik wil graag even een kennismakersgesprek hebben, kan dat ook. Dan moet je even contact met ons opnemen. En Chris vraagt, wat is WTI? Dat is West Texas Intermediate, dat is Light Sweet Crude, is dat. Dus de Amerikaanse olie. Dat is equivalent van Brentolie. Als je, wat je ook mag doen trouwens, lieve, sowieso het formulier invullen. Even aangeven. Als ik contact met je kan opnemen. Je krijgt sowieso meer informatie per mail. Dus oké. Nou, in ieder geval, ik zou zeggen, iedereen van harte bedankt natuurlijk. Hartelijk bedankt voor iedereen voor het kijken nu. Je ziet dat het nog pikken donker hier in Puerto Vallarta. En nou, Harm, dankjewel voor jouw hosting natuurlijk. Ik weet niet wat morgen op het programma staat. Ik kan even voor jullie kijken bij de wekelijkse sessie. Op woensdag, wie dan aan de beurt is. Ik meen dat Menko ook vaak webinars geeft. En woensdag is meestal gereserveerd voor Ronald de Zoete, als ik me niet vergis. Ja, ik zal even kijken ook. Of dat klopt. Oh, Harm, ben je nog aanwezig? Ja, ik ben... Hey, ja, mooi, dankjewel. Ja. Ja, volgens mij is morgen Ronald inderdaad ingepland. Dus dat wordt in ieder geval weer de groene energietransitie met Ronald de Zoete, zie ik staan. Ja, dus, precies. En terwille van de tijd, dat is voor mij heel vroeg, is het een idee dat jullie dat gewoon aanzwengen dan? Normaal gesproken doen jullie dat, maar lukt dat? Ja, maar je kan toch gewoon een beetje op tijd opstaan? Ja, maar 4:30, 5 is wel vroeg. Ja, Harry die staat heel vroeg op, maar jij natuurlijk ook wel, maar... Nee, maar als je dat zou kunnen doen, prima. En dan weet ik dat het in goede handen is. En dan zie ik donderdag 4 augustus uitleg performance van opties. Traden met Bitcoin Ethereum. Trades vergelijken van Tom. Dat is vrijdag 5 augustus. En maandag ben ik weer aanwezig met de Crypto Monday. En Harm, heb jij nog een ander webinar in petto vanavond of zo, of niet? Ja, ik heb de komende dagen nog de 100% rendement challenge in 10 dagen met crypto. Nou, uitdagend, dus, of niet? Ja, het is ja, kijk, en mijn grootste uitdaging, mijn grootste challenge is eigenlijk gewoon om de kennis over te dragen dat mensen dat werkelijk gewoon zelf kunnen doen met behulp van de Trade Navigator. En dus dat is in ieder geval heel leuk. Dat is een hele vaste groep mensen die elke avond erbij aanwezig is. Dus heel leuk. Ja, precies. Nou, in ieder geval, ik zou ook aanraden van iedereen die zich wil bekwaam in crypto's. Ik heb boek geschreven, zoals je weet. Ik heb mijn bestseller geschreven, 6300 boeken verkocht al inmiddels, Harm. Daar ben ik super trots op. En in het Nederlands alleen, hè? In het Engels minder, dat moet ik zeggen. Oké, ik heb niet zo'n bestseller als jij, Harm. Hoeveel boeken heb jij verkocht? 10.000 of zo, of meer? Nee, al meer. Want ik bestel per keer, zeg maar, 10.000 stuks. Bij de vierde druk, dus ik... Ik schat dat we nu zo'n 25.000, 30.000 boeken hebben verkocht een beetje. Ja, precies. Nou, het doelgroep is natuurlijk wat breder. Hè? Je hebt natuurlijk beleggen en ik heb een niche market. Dat is wel echt heel erg krap. Maar goed, ik ben best wel trots op. Dus ik weet niet of je het meegekregen hebt. Ik heb ook ons zelf geïntroduceerd als team van Trade for Money. Die dus Money for Work activiteit heeft overgenomen van Alois. En dat we ook gewoon als team opereren. En daar ben ik super trots op ook dat we dat hebben bewerkstelligd.
Mooi, mooi, mooi. Ik zie trouwens ook Jelle zegt er binnen bij vanavond. Mooi, hartelijk goed, Jelle. Dus Ja, leuk mooi. in ieder geval om je ook weer te zien. En Steven zegt tot vanavond. En Theo zegt er heel mooi en leerzaam bij Harm. Een topper. Nou, dankjewel Theo. Mooi. Dus, en Petter zegt tot deze avond. En Lieven zegt ook tot vanavond. Nou, ook leuk dankjewel. In ieder geval. En Theo zegt we gaan door vanavond. Geert zegt tot vanavond. En Ruud zegt tot ook vanavond. Tot vanavond. Hey, leuk in ieder geval om deze trouwe groep in ieder geval ook hier weer te zien. Nou, ik had ook eventjes aangegeven dat je vandaag ook ging daytraden met Bitcoin. Dus vandaar ook dat er ook een aantal crypto-adepten hier ook zijn natuurlijk die de 10-daagse challenge volgen. Nou, hartstikke mooi. Nou, heel succes heel mooi. Iedereen. En het belangrijkste is inderdaad dat je, wat ik ook heb aangegeven in het begin van de presentatie ook, dat het is niet alleen het systeem of pakket wat je al niet hebt aangeschaft. Het is ook dat je je kennis opdoet en vlieguren doen. En daarom, Harm, ik weet niet hoe jij erin staat. Je kunt een demo-account handelen. Maar het beste en het snelste leer je namelijk door live te gaan. En ik heb hier ook even Bitcoin weer. We hebben de signaal gehad net Alois, Harm. 60 punten winst. Dus ik heb die spread al goed gemaakt. En ik ga kijken hoe dat afloopt straks. En gewoon doen, hè? Ja, ja. Ja, daarom de beste manier om te leren is gewoon te doen. Maar wel eerst eventjes goed weten hoe je het moet doen. Dat je leert in ieder geval klopt. Hoe het te doen. Misschien eerst eventjes met zijwieltjes. En dan als je er klaar voor bent, inderdaad gewoon voor het echie. Ik denk dat dat de beste leerschool is. Zeker met daytraden. Daytraden is eigenlijk gewoon een cursus Ja. Zelfontwikkeling. Continu jezelf in de spiegel kijken. Waar Klopt. liggen mijn zwakke punten? En de markt Ja. weet die feilloos altijd voor jou op te zoeken. Dus daar hoef je niet over in te zitten. Dus als je schuldig Klopt. bent, dan betaal je rekening dus. En aan je bankrekening kun je dus gewoon zien in hoeverre je dus in staat bent om jezelf verder te ontwikkelen. Dus wat dat betreft is het een hele Ja. mooie manier om je een stukje persoonlijke ontwikkeling te doen. En tegelijkertijd in ieder geval ook nog wat ermee te verdienen. Ja, absoluut, Harm. En als je dus ook live gaat, ook nog een tip tot slot, is begin gewoon klein. Kleinste lot sizes, met baby steps, gewoon rendement maken, althans resultaat behalen. Ook voelen wat verlies is, want als je dus klein verliest en klein wint, dan wordt je hersen ook gewoon geprogrammeerd om goed te handelen. En als je dan resultaat hebt behaald, en dat is ook mooi met ons systeem, met MTW, Harm, is dat met Forex bijvoorbeeld, dan kun je ook zeggen, nou, ik wil een 0,5% risico lopen. Als je account groter wordt, ga je automatisch groter handelen. Wordt je account groter kleiner, omdat je dan verlies hebt geleden, dan ga je automatisch kleiner handelen. In plaats van andersom, wat de meesten wel eens doen. Ja, klopt. En ik denk dat dat in ieder geval, er zitten zoveel leerzame zaken gewoon in. Dus ik denk dat in ieder geval voor heel veel mensen inderdaad gewoon interessant is om ermee aan de slag te gaan. Ik zie ook een vraag van Theo, die zegt, daarom vroeg ik of de van Bitcoin en Ethereum voor de stippeltjes voor de dag. Een cryptische omschrijving. Ja, die kon ik ook niet helemaal. Ja, nee, je kunt ook, ja, nee, kijk, je kunt, laat ik zo zeggen, dit systeem kun je ook voor swingtraining gebruiken. Ook voor aandelen, voor iets lange termijn. Maar dat zou ik niet aanraden. Want je ziet ook nu met daytrading, met Bitcoin. Dat is vrij volatiel, maar je moet mogelijkheden hebben om wat geld te verdienen. Met aandelen heb je gewoon meer. Je kunt wel een Amazon en Tesla pakken. Maar ik zou het gewoon echt op korte termijn houden. En ik zou die aandelen gewoon moeten trade navigator gebruiken. Dus ja. Dus dat zou ik in ieder geval aangeven. Ja? Ja. Oké. Okay. Heel goed. Petter, bedankt. JR en een fijne dag. Ginder achter. Ja, wat dat betreft heb je dan een hele mooie dag voor de boeg, Rob. Dus ik zou zeggen, ja, je voelt hem aankomen. Ik ga even 8 uur werken ongeveer. Dan ga ik lunchen. En dan pak ik even een middagdipje. Ja. Niet op bed, maar op de rooftop bar met zwembad. Dus en dan kan ik vanavond weer aan de bak. Want om 7 uur heb ik zelf een presentatie tot 8 uur. En jij begint om 8 uur volgens mij, hè? Ik begin om 8 uur, ja. Ja, ja. Ja, want dat kunnen we elkaar mooi aflossen. Als jij gewoon zorgt dat je om 8 uur klaar bent, dan neem ik het stokje over. Ja, want een beetje raar, want Duitse, ik doe ook even Duitse, die doet dat op 6 uur. En soort etenstijd, heel apart. En normaal gesproken doe ik om 8 uur webinars, maar sinds jaar en dag doe ik met Alois ook om 7 uur webinars. En dat tijdstip bevalt me goed.
En ik denk dat ik die lijn nog gewoon doortrek om die webinars gewoon 7 uur te doen. Want ook als jij om 8 uur webinar hebt, dan kunnen we dat gewoon ja, een soort doorlopende voorstelling van maken. Je hoeft alleen maar het gordijntje weer dicht te doen, dicht te schrijven en dan de volgende voorstelling te kijken, of niet? Ja, precies, precies. Nou ja, heel goed. Hey Tevens, Harm, pas op voor de zon. ja, je bent van harte welkom trouwens, Harm, hè? Ja, ik moet even kijken of dat redt. Want ik moet dus even ergens wat eten natuurlijk. Dus, Ja. Nee, ik bedoel hier, Fort Vallarta. oh, import. Oh, ja, nee, maar dat gaat sowieso wel gebeuren, schat ik. Ik weet niet hoe lang jij daar blijft, maar ja, Nou, denk het eigenlijk risico als. is dat ik blijf, maar ik kom wel medio augustus terug. En ik denk dat voordat we naar Orlando gaan in september, dat een bypass via Puerto Vallarta wel een idee is. Maar goed, we Ja, moeten het even uitvinden. Dus mag ik jou danken voor jouw hosting en voor de opportunity om deze presentatie te doen. Dankjewel iedereen voor het kijken en tot de volgende keer. gaan we doen. Maak er een mooie dag van. Tot ziens allemaal. Dankjewel. Hasta luego. Ciao. Dank je, Rob. Dag. Oké, dag.